De vaccinatiegraad binnen de Surinaamse samenleving neemt toe. Volgende week zullen er ook Pfizer-vaccins beschikbaar zijn voor de inenting van de samenleving, zei gezondheidsminister Umar Ramadien gisteren aan journalisten. De bewindsman zegt dat de statistieken van het aantal COVID-besmettingen ook erop wijzen dat we langzaam maar zeker richting normalisatie gaan. Maar we krijgen ook meer soorten vaccins. We hebben Moderna, die we dinsdag aanstaande al gaan uitrollen, voor de zwangeren met name. En we krijgen gelukkig de komende week, binnen nu en een week, uit de samenwerking met CARICOM en de USA ook, een totaal van 550.000 Pfizer-doses, die al in de eerste tranche iets van 184.000 doses zal zijn. En die zullen ingezet worden. Zoals bekend is Pfizer het enige tot nu toe goedgekeurd voor 12 jaar tot 18 jaar. En zullen ingezet worden voor die doelgroep. Dus we zitten op een percentage nu, 42% ongeveer van eligible population, let wel. Eligible is 18 plus. En als we nu die 12, 18 erbij nemen, met die aantallen doses die we krijgen, weet ik zeker dat wij op een mooi aantal zullen komen. Uiteraard is wel belangrijk dat de ouders hun kinderen wel brengen om te vaccineren. Ramadien zegt verder dat er nog steeds veel twijfel zijn binnen de samenleving over de acceptatie van de vaccins. Volgende week komt er een persconferentie met een nieuw karakter betreffende het COVID-19-beleid. Via de communicatiedienst zijn er vandaag aangepaste COVID-19-maatregelen bekendgemaakt. Zo is het uitgaansverbod ingesteld van 9 uur 's avonds tot 6 uur in de ochtend. Voor samenscholingen is het aantal aangepast naar 10 personen. Recreatieoorden, casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden en kansspelkantoren zijn vanaf vandaag opengesteld. Daarnaast zullen middelbare scholen worden opengesteld voor het afnemen van toetsen. Deze aangepaste maatregelen gelden tot en met 6 augustus.